Voor is dat een gelukkig iemand die veel geluk gehad heeft in zijn leven. De eerste bestemming van de Koolhaas Tour is het stadskantoor. Of eigenlijk moet je inmiddels zeggen het stadstimmerhuis, dat over 2 jaar klaar moet zijn. Wat hij met dit gebouw niet wilde is een icoon, maar juist meer een soort van, ja, een soort wolk maken die zich voegt in de rest van de stad. Zonder dat dat heel duidelijk een bepaalde vorm aanneemt. Snel door naar het tweede ontwerp. Nou, hier komt Forum Rotterdam. Het wordt eigenlijk een gigantische kubus gevuld met winkels, woningen, kantoren, maar ook misschien een museum. Waarvan je eigenlijk in alle kanten er doorheen kan lopen en waardoor dat ook nieuwe verbindingen schept in het gebied. De 69-jarige Koolhaas wordt omschreven als eigenwijs en tegendraads, die vernieuwende architectuur ontwerpt. Inmiddels dus in heel de wereld. Bijvoorbeeld het beroemde televisiegebouw in Peking. Het meest opvallende gebouw in Rotterdam is, hoe kan het ook anders, de Rotterdam. Al een ding, hè? Groot eigenlijk. Ja, gigantisch. Het is ook het grootste gebouw van Nederland in vloeroppervlak, 160.000 vierkante meter. Ja. Dus dat is... Maar vind je het mooi? Ja, ik vind het een heel gaaf gebouw. Moet ik, ja? Zeggen. Het is, ik weet niet of ik het een goed idee vind dat het gebouwd is. Nou ja, er is nu heel veel leegstand natuurlijk, maar nu het er staat, is het... Het ziet er wel heel goed uit. Ja. De Rotterdam, al ontworpen in 1997, wordt ook wel de verticale stad genoemd. Waar wonen, werken, winkels en horeca samenkomen. Je kan er 24 uur in het gebouw zijn, zonder dat je eigenlijk theoretisch naar buiten zou moeten. Dat is iets wat je heel veel in Aziatische steden ook ziet, waar er heel weinig, waar de ruimte schaars is. En dan wordt alles eigenlijk opgezogen in dat gebouw. Met Rem Koolhaas beschikt Nederland over een kunstenaar van wereldformaat. En over een harde werker die ontwerpt vanuit een ongeëvenaard krachtige visie. Tot slot naar de kunsthal, gebouwd begin jaren 90. Dit ontwerp van het museum betekende zijn definitieve doorbraak. Het gebouw zelf is al een bezienswaardigheid, omdat Koolhaas allerlei materialen door elkaar gebruikt. Zo durfde hij natuursteen te combineren met golfplaten. Gooi die echt een beetje de knuppel in het hoenderhok in de architecten zien. En heeft daarmee, nou ja, er zijn een aantal dingen die hij gedaan heeft die je nu wel vaker ziet, zoals het gebruik van het golfplaat bijvoorbeeld. Maar hij was daar wel een van de eerste mee.